Sylvester van der Water, 4-2 winst op Jong Ajax. En jij scoort. En wat voor een, hè? Ik moet hem nog even terugzien, maar volgens mij zat hij er wel lekker in, ja. Wat een ontlading kwam er los. Hoe blij ben je met deze goal? Ja, super blij. Ik heb natuurlijk de vorige wedstrijd ook wat kans gehad. Vorig jaar heb ik er maar eentje gemaakt in de competitie. Ja, en nu op zo'n moment dan maak je hem. En dan wil je natuurlijk gewoon nu ook wel weer doorpakken. Dus ja, dit was wel echt even een momentje om los te komen. In de voorbereiding konden we al zien dat je heel actief was en dat je ook blij was met goals en assists. Hoe hard heb je hiervoor gewerkt? Ja, keihard. Sowieso al de hele voorbereiding, de afgelopen twee competitiewedstrijden ook. En dan wordt het wel beloond nu. Ja, en een heel lekker moment, want we kwamen eigenlijk uit het niks toch op achterstand. Hè? We verliezen de bal twee keer achter elkaar in de opbouw, staan opeens achter. Dan zie je wel weer de veerkracht van de ploeg, die gelijk weer de rug recht en gelijk gaat jagen naar de 1-1 toe. Dat vind ik wel echt heel knap van deze ploeg, hoe ze dat doen. En dan is het heel mooi dat Sylvester beloond wordt voor al wekenlang keihard werken voor het team. Want ja, hij werkt heel hard, maar hij is aanvaller. Dus hij moet goals maken. Ja, dat is voor hem heel lekker dat hij beloond wordt voor al zijn arbeid met zo'n doelpunt. Ja, we hebben natuurlijk ook veel fouten nog gemaakt. En die moeten we natuurlijk wel eruit halen. Want als je dat doet, ja. En natuurlijk nog wel wat kansen. Als je dat gewoon afstraft, dan maak je die veel meer. En natuurlijk weer de tegengoals. Niet nodig. Weer een paar foutjes. Maar dan gaan we weer van de week zitten. En dan hopelijk volgende week gewoon niet. Al met al genoeg wat beter kon. Ook heel veel dingen die wel goed gingen. Want ik heb bijna iedereen op de tribune gehoord. Vond het een leuke wedstrijd om naar te kijken. En dat is denk ik ook wel het belangrijkste. Hè? Ja, ik denk als er veel goals gemaakt worden, dan vinden ze het altijd wel leuk. Maar ik denk als je de strijd weer ziet van ons. Ik merk gewoon bij het publiek van als zij zien hoe wij spelen. Gewoon gas geven en alles. Dan gaan zij ook genieten. Ja, dat was natuurlijk een super open wedstrijd. Ik zag Verder de Jong op dit kanaal het al voorspellen. Ik verwacht een open wedstrijd. Nou, zo open had niet gehoeven. Je hebt twee ploegen die echt willen voetballen. Dat is leuk. Dat is ook anders dan vorige wedstrijd het geval was. Maar dan moet je wel meer controle houden. Een beetje een tactisch voorbeeld met hun nummer 8. Hele goede speler. Ging elke keer al vrijlopen als wij aan het aanvallen waren. Ja, als ze dan de bal veroverden, kreeg hij de bal. Gelijk een counter. Ja, daar moeten we wel slimmer in worden. Dat is ook mooi als je tegen Ajax speelt. Het zijn misschien geen oude gasten, maar wel hele slimme technische spelers. Dus een hoop lessen voor ons te leren. Maar bovenal heel veel dingen goed gedaan. 7 punten, alleen we zijn nog lang niet. We hebben nog een lange weg te gaan. En als we deze lijn gewoon doorzetten, dan moeten wij gewoon bovenin mee blijven doen.